Joey Roggeveen is geboren op 20 maart 1998. Dat wil zeggen dat hij 23 jaar oud is. Hij is geboren in Hoofddorp. Hij is 1,87 meter, is keeper en speelt voor Jong Ajax in de Eerste Divisie. Hij heeft al eerder gespeeld voor Telstar, AZ en FC Volendam. Joey Roggeveen heeft voor verschillende jeugdteams gespeeld. Onder andere Haarlem, dat is HFC Haarlem, Ajax en AZ. AZ heeft in het verleden een samenwerking gehad met Telstar. En om deze reden heeft Roggeveen een aantal wedstrijden op de bank gezeten bij Telstar. Uiteindelijk heeft Roggeveen een aantal jaar later getekend voor Telstar. Vervolgens heeft de doelman gespeeld voor AZ. In september 2019 tekende Roggeveen voor SC Volendam. In Volendam speelde hij onder coach Wim Jonk en heeft 18 keren gespeeld in de Eredivisie. In juni 2021 tekende de sluitpost bij Ajax, waar hij bij de selectie aansloot van Jong Ajax. De belofteploeg speelt in de Eerste Divisie. Op 1 november maakte Roggeveen zijn debuut voor de Amsterdammers en ze speelden tegen Telstar, waar Rossello Fleiter op de bank zat. Jong Ajax won deze wedstrijd met 3-0. En het is de eerste keer in 45 wedstrijden waarbij de ploeg uit Amsterdam de 0 wist te behouden. En natuurlijk was Roggeveen in het doel. Roggeveen heeft ook voor de onder-15 selectie van Oranje gespeeld. Roggeveen is niet echt een Surinaamse naam, maar Joey's opa is Baron. We kijken er enorm naar uit om Joey in actie te zien voor onze Nacho.